En dan nu? Hallo kijkers, waar haal je toch steeds je ideeën maar weer vandaan, wordt me wel eens gevraagd. Eerlijk gezegd hoef ik daar meestal weinig voor te doen. Ik kijk om me heen en ik zie het gewoon gebeuren. En deze week gebeurt het gewoon hier naast de Vase. Zoals u wellicht weet, huur ik daar samen met allerlei andere culturele bedrijven al een jaar of acht mijn atelier. En toen ik in het pand kwam, was nog niet duidelijk aan welke kant van de Vase de nieuwe brug zou komen. Een jaar of zes geleden werd duidelijk, de brug komt, zoals u kunt zien, aan de stadskant van de Vase. We raken het zicht op de Stevenstoren kwijt, maar krijgen daar wel iets bijzonders voor terug. Er is namelijk ook een afrit aan die brug bedacht en die afrit gaat achter dat flatgebouw om, via een nieuwe rotonde met een boogje hier weer langs het pand en straks onder de nieuwe bogen van de brug door en loopt dan niet meer door op de weg langs de nieuwbouw van het Waalfront. Het Waalfront is namelijk op de lange baan geschoven en de weg wordt de komende jaar niet doorgetrokken. Zolang onder andere de Honig en het Slachthuis daar nog liggen, komt daar geen nieuwe weg. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. En daar hebben ze al meer dan 10 jaar over nagedacht.